And that's where we're going to have our challenge, all right? Let's go. We gingen naar Luca Luca. Een hele grote fashion designer. Dag meiden, welkom bij Luca Luca. Jullie hebben natuurlijk al heel veel catwalkles van Mariana gehad. Deze week hebben jullie volgens mij de puntjes op de i gezet. We gaan ook een challenge doen. Mac, die zal jullie vertellen wat dat precies is. So, ladies, here we are at Luca Luca and we're gonna have an interesting challenge. What you're gonna do is that you're gonna put on an outfit and then you're gonna have to do something very perilous. You're going to have to descend those stairs. And you're gonna have to do it in an elegant way. Dat is natuurlijk niet dat we ontzettend veel geoefend hebben op hoge hakken, op trappen. Heel chic, elegant naar beneden te lopen. So the winner of this challenge gets to choose a dress from this shop. Wow. Now that's huge. Oh. Wow. Let's get to work, all right? Okay. Ik had heel veel jurken gepast, want ze waren me allemaal te groot of ze stonden me niet. Ja, ik vind het niet veel voor je doet. Nee. Ik denk dat deze niet goed is. Ik wacht even op een andere jurk. En deze gaat dan naar Marsha. Oh, wat een drama. Heb je er nog één? Probeer deze dan maar. Oh, Ovo, je lijkt wel een Afrikaanse bruid. Mooi. Ik had toch geluk dit keer dat ik niet lange jurk had. Deze laat eens zien aan papa Ruud. Mooi, dit is wel een droom. Ja, hè? Dit is een Shanghai Lily droom. Oh. Ik zou ze echt willen hebben. Deze schoenen. Zo kan ik het ook mooi. Doen. Mooi, hè? Prachtig. Ja. Ja, dan moet je goed je best doen. And this is for the money, girls. Make it count. Mijn voeten die zaten een beetje krapte en ik kon niet zo goed balans houden. Ik liet het niet echt merken. Het was wel te zien. Maar ik ging gewoon weer doorlopen. Ik vond dat het best wel goed ging. Ik ben in ieder geval niet naar beneden gevallen. Ik wist niet waar ik naar moest kijken. En dan kijk je steeds naar beneden, zeg maar, naar de trap. Dan, oh nee, dan hoofd omhoog. Dat was wel echt moeilijk. Dus dat was wel slecht. Dat was wel jammer. Ik had een lange sleep ook van achter. En om dan van een trap af te lopen, ik was echt doodsbang om die jurk kapot te maken. Kerst stond ik bijna op die jurk en ik viel bijna een keer. Ik stond een beetje niet echt stevig. Echt stukken beter als wat ze tot nu toe heeft gedaan. All right, ladies. To be completely honest with you, this was a really, really, really difficult decision. You all had some real problems on the stairs. Sana, you had a lot of trouble coming down the stairs, but I love the way that you handled your eyes, the way that you stopped. I thought the way that you presented the garment in the middle of the stair and the way that you came down, I really feel that you represented the Luca Luca brand and you felt most like a Luca Luca girl. So congratulations, you're the winner. Ik heb gewoon, ja, ja, had ik niet echt verwacht verder. Oh, mooi, die is mooi. Oh, wat mooi. Die is ook jouw maat, mooi. Gewoon jouw maat. Oh, schoentjes erbij. Oh, je hebt ook schoenen erbij, wat goed. Toen zaten we in de lobby 's middags en toen kwam Yvka en die had leuk nieuws voor ons. Meiden, we gaan vanavond gaan we stappen. Maar we willen natuurlijk wel helemaal flawless uitzien als we straks daar aankomen. Ja. Dus wij gaan winkelen. Here we come. We gaan lekker dansen vanavond. Ik moet echt dansen. Lekker even mommy dansen. Ja. Ik moet zo dansen. Ja, stoer. Wow. Yes. Zoiets voor jou? Too much, hè? Yeah. En ze zei, oh, die is gaaf. Maar toen ik hem eerst zag, dacht ik eerst van, oeh, het is wel heel, heel apart. Die is misschien mooier. Ovo gaat even deze hier proberen, ja? Bye bye. Oh ja? Ja, heel goed. En dan doe ik mijn bling bling schoenen erbij. Ja? En mijn bling bling oorbellen. Wat? Die zijn daar ook schoenen die erbij passen. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik ook. Maar hij zou passen. Ik denk dat het wel mooi bij jou gaat staan. Ja. Ik zag zoveel mooie dingen. Ik kon echt niet kiezen. Heel erg. Niet? Fijn. Ja. Oh, yes. 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 Ja. Ik heb echt een vette
jumpsuit. En die vind ik echt zo cool, hè? Alright. Yes. Eerst net ons haar en make-up nog helemaal mooi gedaan bij Matrix. Dag girls. We gaan vanavond naar Bungalow 8. Wat is Bungalow 8? Bungalow 8 is de club van de sterren. Oh, en the place to be. Dus jullie moeten er helemaal fabulous uitzien op z'n New York. Dus Sylvia en Sanne die hebben het meeste werk qua haar, dus die mogen met John. Alfo en Marcia die mogen met mij mee in de make-up. Deze moet even wachten, maar misschien kan je vast leuk al een kleedje aantrekken. Ik wil je vanavond echt een soort van topmodel à la Naomi Campbell en Tyra Banks. Ik ga je helemaal highlighten. Oh, vet. Kijk, met die diadeem is krullen het mooist. Vind je ook niet, John? Nee, ze vroeger wat ik graag wou, dat ik iets lengte sowieso wel mooi vond. Dat niet alles helemaal strak opgestoken is. Maar mij maakt veel niks uit. Nou, we gaan natuurlijk helemaal voor glamour vanavond. En ik wil dat je je eigen basis gaat doen. En een zwart lijntje in je oog, dat kan je allemaal zelf. Ja. En mocht het niet lukken, dan kom ik wel jou. Ik heb mijn lippen. Ik heb er een donker randje omheen gedaan. Ik ga ze inkleuren met een lichte tint. Daar ga ik gloss overheen doen. En dat moet je mooi vervagen. Je hebt natuurlijk hele grote lippen. Maar om een effect te krijgen van donker licht, maak ik ze iets kleiner. Optisch worden ze iets kleiner. Marcia, ik zie dat je nog heel veel lessen nodig hebt. Nou ja. Je ogen zijn echt zo klein kunnen ze eigenlijk niet zijn. Ik ga ze even. Ik moest toch aanzetten geven voor small Maar je moet hem iets breder maken. Het accent moet je iets meer aan de buitenkant aan leggen. Buitenkant. Zodat okay. Je ogen groter lijken. Moet je ogen sluiten. We zijn natuurlijk in New York. De stad. En als jij zo meteen een supermodel bent, dan ga je hier ook zeker wonen. Maar hoe is jouw Engels? Oh, niks nog een keer. Heel goed. Wat is make-up in het Engels? Ik weet het niet. Wat denk je? Het zou wel gewoon make-up zijn. Heel goed. Ja. Wat is taxi? Dat weet ik toch niet. Ik ga verder met je make-up. Nou ja. 1, 2, 3, 4, 5. Hier, meiden, kom met papa mee. Some give it up, some give it up, some give it up. Er stond voor ons een limousine te wachten voor de deur. En wij zaten gewoon, tenminste ik zat eerst gewoon te kijken naar een taxi van, oh, dat is wel een grote taxi, daar passen we wel allemaal in. Nou, dat is geweldig natuurlijk. We hadden ook nog nooit in een limousine gezeten, dat was echt super. En we gaan naar gewoon de vetste club in New York, hè? Ja. Dus ook de beste muziek. Oké, champagne en caviar voor